Carlos, net terug van trainingskamp. Net terug van trainingskamp, ja. Goed geweest? Het was een goede trainingskamp, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Ik heb hard gewerkt aan mijn herstel en ik voel me goed. Dus waarschijnlijk volgende week weer aansluiten. Met training aansluiten of met de wedstrijdselectie? Met de groep. Dus dat wil zeggen, gaat het vanaf maandag goed, dan hopelijk zit ik er dan weer snel bij. En hoogstwaarschijnlijk gelijk zaterdag dan al. Ja, op trainingskamp met de groep meegetraind of toch een beetje afzijdig? Nou, we hebben ervoor besloten om even afzijdig te trainen van de groep. Dus ik ben vooral alleen aan het werk geweest, samen met Fysio Ger. En we hebben verschillende dingen getest en daaruit bleek dat het knie redelijk goed in elkaar zat nu. En dat ik weinig last had meer. Dus ik zou zeggen, we gaan maandag proberen en dan zullen we zien hoe die knie ervoor staat. Maar tot nu toe gaat het goed. Ik heb weinig reactie gehad en het voelt goed aan. Wat verwacht je van de tweede seizoen zelf? Ik hoop fit te blijven. Laten we daarmee beginnen. En het zal een moeilijke tweede seizoen zelf worden. We zullen te maken krijgen met blessures, met schorsingen. Maar hopelijk kunnen we de lijn doortrekken waar we de eerste seizoen zelf ook mee bezig zijn geweest. En dan kan het nog een mooi seizoen worden. En misschien kunnen we serieus een gooi doen naar de titel, ja. Dat zou hartstikke mooi zijn. Mooie afsluiter, misschien de laatste wedstrijd IJsselmeervogels uit. Wauw, dat is inderdaad een hele mooie afsluiter. En hopelijk sluiten wij die af met de winst.